Hij was 8 jaar toen hij zijn eerste gitaar kreeg. Het instrument loopt als een rode draad door zijn leven. Maar iets, echt nog iets veel bepalenders in het bestaan van Willy Hakers uit Veldhoven. En dat is jarenlange verslaving aan heroïne, cocaïne, LSD, wiet en drank. In januari van dit jaar overleed Willy op 49-jarige leeftijd. Zijn vrienden richten een stichting op ter nagedachtenis aan hem. Ik ben een meisje met een droom, maar ook een verleden. Als klein meisje droomde ik er al van om in een lange galajurk op het podium van een misverkiezing te staan. En als ik dan zou winnen, dan ga ik niet vertellen over wereldvrede. Ik ga vertellen over verslaving. Want voor mij maakt het niet uit wie je bent, wat je doet, waar je vandaan komt, hoeveel je gebruikt. Iedereen verdient hulp. Ondertussen woon ik alweer 3,5 jaar samen met mijn lieve vriend en ons hondje Boogie. Ik heb mijn leven weer op de rails en ik ben gelukkig nu. We gingen optreden met die band, dus ik kwam weer onder de mensen. Ik had echt iets om naartoe te leven. Ik werd langzaam minder ongelukkig. Via die rockband ben ik ook in contact gekomen met Neos en Homemade, waar ik nou samen met Annelie de muziek bij verzorg. Ik heb mijn strijd nog niet gewonnen, maar ik denk wel dat ik in ieder geval nu op een betere weg ben. Mijn naam is Rozemarijn Romeijn en ik ben theatermaker en regisseur. En afgelopen jaar ben ik verbonden geweest aan de Bill Hawkins Foundation. Mijn missie is om iedereen een podium te geven om zijn of haar verhaal te vertellen, daarvoor erkenning te krijgen, daarvoor applaus te krijgen en echt gezien te worden voor wie hij of zij is, zonder stigma's en vooroordelen. Afgelopen april hebben heel veel mensen deze kans gekregen en ik hoop dat het applaus hen echt goed heeft gedaan. En dat zelfvertrouwen is iets wat zo belangrijk is bij je herstel.